Hi, hier is Kees weer uit Nederland, uit Brabant, dus met vlog nummer 2. Oké, nou toevallig was vandaag op tv een samenvatting van enkele bekende vloggers die eigenlijk niks te melden hadden. Alleen maar flauwekul, hun leven een beetje laten zien op tv, maar ze hadden niks toe te voegen. Nou ja, grote aantallen zal ik dan ook niet halen, want ik heb... Denk ik wel iets toe te voegen en is misschien te specialistisch. Ook voor artiesten en aankomende talenten. Dus ik denk altijd, wat ga je doen als je gaat beginnen? Ik moet veel mensen adviezen geven vanwege de lange ervaringen die ik achter de rug heb. Dus ik heb altijd een gouden regel. Als je in jezelf gelooft, durf dan ook te investeren in jezelf. Want de tijd is voorbij dat platenmaatschappijen gaan investeren. Die krijgen zoveel aanbod. En je ziet het op de tv met al die programma's. En pas op als je contracten gaat tekenen. Want je moet natuurlijk wel eerst kijken. Heb ik talent en wat heb ik te bieden? Wat ken ik zelf? Ken ik goed zingen? Ken ik goed een instrument bespelen? Of wat dan ook. Ga je huid en haar niet verkopen aan een televisiemaatschappij omdat je ze nodig op de tv wil? Want dan, daarna begint de ellende pas. En daar wil ik het met de vloggers over hebben. Althans, degene die dit leest. Dus laat je niet gauw inpakken. Ga eerst kijken naar jezelf. Zet iets neer. En probeer er dus er iets van te maken. Ik ga hem direct ook in het Engels doen. Kijken wat dat wordt. Want mijn Engels is ook niet alles meer. Dus mensen, tot de volgende reis. En dan gaan we het over serieuze onderwerpen hebben. Waar we misschien nog iets aan hebben als ik ooit de pijp uit ga. Nou ja, als dat gaat gebeuren, dan blijft er nog iets staan. Kun je nog iets nahoren, nalezen. Bye bye. Hallo, hier is Kees Vermeulen-Windsand uit 's-Hertogenbosch, Brabant, de Netherlands. I do this vlog number 2. In English, I try it. I will speak like Louis van Gaal. Maybe he will say it this way. Now, many times I saw on TV many vloggers from our country, and they do not make money about that. And I'm sure that I don't make money about that because my vlogs are too specialistic and for not a great audience, I think. But that's not my intention. I want a few beginning artists or interested people give some tips from my experiences. And Louis will say, when I go dead, or I go the pipe out, then there are still roses. Okay. And I will be serious to you for the next time, the next vlogs. And there are plenty interesting topics, for example, what to do with a beginning artist. I'm going to sell my skin and hair to a TV company because I want on TV, think about yourself, do you have talent? That's the first question to yourself. Now, I have a golden rule and think it over. If you believe in yourself, you have to dare to invest in yourself. That's my rule. Well, okay, that's all for today, and maybe next week. Nice sunny days. I wish you many success. Kees from Brabant. Bye bye.